Vandaag zijn jullie met scholen en uitgevers bij elkaar om te praten over de grote uitdaging, leermateriaal maken voor keuzedelen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, we zijn in groepen bij elkaar gaan zitten en elke groep heeft een scenario gekregen. Ons scenario ging eigenlijk over het ontwikkelen van een breed keuzedeel en hoe je dat op een goede manier weg kunt zetten in het onderwijs en het bedrijfsleven en ook welke rol de uitgeverijen daarbij gaan spelen. En ja, waar we eigenlijk over in discussie zijn gegaan met elkaar is wie wordt nou eigenaar van zo'n breed keuzedeel? Wie wordt penvoerder? We hebben het ook bijvoorbeeld gehad over moet je een netwerk gaan inrichten of moet je een curriculumcommissie gaan organiseren waarin je afspraken maakt met elkaar hoe je dat dan weg gaat zetten. Het is wel zo dat wij denken van nou ja, we moeten het samen doen. We moeten uitgeverijen en scholen en bedrijfsleven, die moeten het met z'n drieën gaan oplossen. De uitdagingen zie ik vooral als je kijkt naar de behoeften van de student. Ik vind dat lastig. Wat willen ze eigenlijk? Dat is constant een vraag die ik mezelf dan stel. Je wilt toch dat iets voor meerdere, voor meerdere regio's te gebruiken is. Meerdere soorten opleidingen, dat het aansluiting heeft. En dat is toch wel moeilijk. Dan ben ik ook bang dat het te globaal is. Het geniale idee is dat we gaan zien dat we meer kunnen gaan samenwerken met bedrijfsleven. Bedrijven hebben zelf al medewerkers in dienst. Die moet ook geschoold worden. Keuzedelen kunnen daar ook een rol in gaan spelen, zodat er een soort mix kan ontstaan tussen studenten op het mbo en medewerkers in het bedrijfsleven. Want een keuzedeel kun je natuurlijk ook in company wegzetten. Dus daar zien we heel veel mogelijkheden in. Het voordeel daarvan is dat bedrijven op een gegeven moment studenten ook een baan kunnen aanbieden, omdat ze en het diploma hebben van het ROC en daarnaast ook het keuzedeel hebben afgerond met een examen. Dus hoe kun je een leermiddel voor verschillende regio's gebruiken en daarbij ook dan het specifieker maken met bijvoorbeeld een gastdocent. Ja, daar zien we ruimte en mogelijkheden. Ja, wij denken nu in de vorm van een, het was wel een heel mooi symbool wat we daarvoor hebben bedacht in de groep. Een ijskast. Als je het hebt over een hype. Dan betekent dat je iets kortcyclisch is. Een ijskast zit in de regel gevuld met materialen die snel over de datum gaan. Die ijskast wordt gevuld met bedrijfsleven, ROC's, uitgeverijen en de student. Een van de eieren waarmee we zijn gekomen is om de uitgeverijen niet puur de content te laten ontwikkelen, maar uitgeverijen meer te laten samenwerken. En een platform te laten ontwikkelen waarin ook in samenwerking met de scholen die content ontwikkeld kan worden.